begin with some breaking news coming in from Sudan, where we're getting reports of heavy gunfire across the capital. We're hearing gunfire in the capital here, Khartoum, near the vicinity of the presidential palace. The minute I open the door to the balcony and I see a huge army just in front of my house. And then a fighter jet came, flying very low, like I almost can't touch it. Ik zei, wij moeten de Nederlandse ambassade of Nederland inlichten. De ambassade stond precies in de frontlinie. I was very scared. I remember she just told me, oh, our passports are at the Dutch embassy. And I just, like, my heart dropped. Like, I was like, what are we gonna do? We zijn in het uiterste zuiden van Egypte. Als je hier de Nijl afvaart, kom je bij de grens van Soedan. En uiteindelijk in de hoofdstad Khartoum, waar sinds april hevig wordt gevochten. Het is een onbereikbaar front, omdat journalisten in Soedan niet welkom zijn. Dichterbij dan dit kan ik niet komen. En sinds het uitbreken van die gevechten zijn duizenden en duizenden mensen op de vlucht geslagen. Maar heel veel Soedanezen kunnen hier de grens met Egypte niet oversteken, omdat hun paspoorten nog altijd op de gesloten westerse ambassades liggen. En ik wil heel graag weten hoe dat nou precies is gegaan en wat was de rol van Nederlandse diplomaten. Dit verhaal begint in het voorjaar van 2019. Er hangt hoop in de lucht van de Soedanese hoofdstad. Khartoum, toen ik aankwam, was een van positivisme. Het is een hele wijds opgezette stad, 8 miljoen mensen. De plek waar de blauwe en de witte Nijl bij elkaar komen en dan verder gaan als de Nijl naar Egypte. Dus een stad die heel erg bepaald wordt door het water. Met een heel levendig straatbeeld, waar mensen altijd koffie en thee drinken bij de tea ladies langs de weg en waar het altijd heel gezellig is. Leuke standplaats. Ja, toen ik aankwam, ja. De hoofdstad voelt als één groot festival. Na wekenlange protesten is het de jeugd van Soedan gelukt om president Omar al-Bashir na bijna 30 jaar aan de macht te verdrijven. Ik ben de land uitgegaan door dezelfde regering. En ik ben naar Nederland gevlucht in de 90. Vanwege Bashir. Van Bashir, ja. Ze is een dictatorship. Het is one party ruling. You cannot oppose. Because of the regime which is just crippling the people and the country. Bashir komt economisch echt niet meer aan. Het zuiden was afgescheiden inmiddels in 2011. Dus heel veel olieinkomsten waren weggevallen. Economisch ging het zo verschrikkelijk slecht dat hij maatregelen moest nemen en de subsidies op brood en op benzine moest afschaffen. En er was al natuurlijk heel veel protest tegen zijn regime. Mensen waren het wel beu. En langzaam maar zeker zwol dat aan tot een enorm volksprotest. In die tijd ben ik zelf in Khartoum om als correspondent verslag te doen van de protesten. En ik zie iets opmerkelijks gebeuren.
Dit zijn de gevreesde Rapid Support Forces, de militie die voortkomen uit de Janjaweed, die jarenlang hebben huisgehouden in Darfur. Het opmerkelijke is dat die nu door groot enthousiasme worden ontvangen door de demonstranten hier. De Janjaweed, een Arabische militie die vanaf 2003 de westelijke regio Darfur in brand zet. Een woestijncommando ingehuurd door president Bashir. Janjaweed, in Arabic het zegt jin on juat. Dat is a jin on a horse. Ghost on a horse. Janjaweed waren eigenlijk groepen militia's die door Bashir ingezet zijn om de opstandelingen in Darfur te verslaan. De Janjaweed wordt omgedoopt tot de Rapid Support Forces, RSF, onder leiding van deze man, bijnaam Hemeti, die in 2019 naar Khartoum komt om de demonstranten te steunen tegen zijn oude opdrachtgever Bashir. De woestijnnomaden nestelen zich als een paard van Troje in de hoofdstad. I was one of the people who said the existence of RSF in Sudan is dangerous. It will lead one day to this what happening now. So when they came to the square, it became very apparent they are not there to protect the people. Saturday morning, 9 o'clock, and I open the window, and I see the smoke from the army headquarters. I said, yeah. And then I hear the bombs, heavy fighting in the far distance. And I see it in the window. So I close the window. I went to my balcony. I have a big balcony. And the minute I open the door to the balcony, and I see a huge army just in front of my house. Ik was thuis. Het was een zaterdagochtend toen het conflict uitbrak. En ik kan me dat nog heel goed herinneren dat rond een uur of 9 we in de groepsapp van de ambassade een berichtje kregen van een van onze collega's. Die zei van er wordt gevochten daar en daar in die wijken. Ga daar niet naartoe. Ik ben gewoon naar mijn werk gegaan. En hier in Londen? Ja, in Portland Hospital. Ik had de middagdienst van is jouw verjaardag? 2 tot 10, ja, en dat was mijn verjaardag. Dus wij hoorden wat er gaande was. Dus ik zei tegen de kinderen, my birthday is cancelled this year. Gek genoeg was ik op dat moment dat het conflict uitbrak niet aanwezig in Sudan. Ik was op bezoek in Nederland. En ik stond de ochtend dat gebeurde, was een zaterdagmorgen, op het punt van vertrekken. Dus ik stond op Schiphol. De Rapid Support Forces willen niet langer speeltje zijn van het regeringsleger en beginnen het gevecht om de macht over heel Sudan. Ik zei ja, here we go, oorlog gestart. War has started. Lots of confusion again, Sammy, with regards to what's happening. But what people do know is that the tension between the Rapid Support Forces and the military has reached its height, with now direct confrontation between the two sides, not here in the capital, Khartoum only. Cairo is de plek waar heel veel Soedanezen na het uitbreken van de gevechten in Khartoum naartoe zijn gevlucht. We zijn nu op weg naar het tijdelijke onderkomen van de familie van Rasha Omar. Zij is een Soedanese die al jaren in Amsterdam woont en werkt. En die begin april hoopte dat haar broer en haar moeder, die in Khartoum wonen, op bezoek konden komen. En daarom hadden zij een visumaanvraag ingediend bij de Nederlandse ambassade in Khartoum. En toen braken die gevechten uit. I was in Amsterdam and I called my mom early afternoon
So I just asked her, I was like, what's happening? Are you guys okay? Is everything okay? And she said, yeah, we're okay. We're, you know, we're not in the city center, so we're quite far. And yeah, I was very scared. I was just very, very scared. Oh, and then my mom on that day, I remember I called my mom, maybe I called her like multiple times. And then at some point she said, oh, our passports are at the Dutch embassy. And I just, like, my heart dropped. Like, I was like, what are we gonna do? Je hoorde op een gegeven moment wel de bombardementen. En soms zag je dan ook grote zwarte rookwolken in de lucht. En dan wist je, en dat was dan ten noorden van mijn huis, dat is dan waar het vliegveld was. Daar werd in het begin het meest hevig gevochten. Dus dat zie je dan wel en dat hoor je dan. En die bombardementen zijn heel erg luid, dus dat lijkt ook heel dichtbij. We hebben er nog over nagedacht om naar de ambassade te gaan. Maar dat was al vanaf het begin niet meer mogelijk. Omdat juist in de wijken waar de ambassade was en waar wij allemaal woonden, daar werd het meest hevig gevochten. Daar is waar de milities ook zaten. Dus we konden ook die zaterdag al niet meer naar de ambassade toe. Dus de ambassade zat eigenlijk op precies de verkeerde plek? Ja, de ambassade stond precies in de frontlinie. Schuin tegenover de ambassade zat gewoon een groepje militie. En die hadden ook luchtafweergeschut geplaatst bij een groot aantal kruisingen. Dus vanaf het begin af aan was het advies aan iedereen van... ga niet de straat op, blijf thuis. Zoek een zo veilig mogelijk heenkomen. Ga niet naar de ambassade? Nee. Niet naar de ambassade? Nee. Then I called the emergency number for the foreign office. And I got somebody on the line and, okay, can you make it to the embassy? I said, nope. It's very dangerous to come out from here. That's number one. Number two, the embassy is worse than my place. The embassy is exactly next to the army headquarters, where the heavy fighting was in that minute. So I'm not going there. Het plan is om te verzamelen bij de ambassade van alle Nederlanders. En van daaruit... Wat mogelijk een hele gevaarlijke plek is. Ja, maar ik denk dat het wel heel moeilijk is om een andere plek voor te stellen om te verzamelen. Behalve de residentie. Maar die is tegenover de ambassade, dus het maakt niet zo heel veel uit. Ook gevaarlijk. Dat is ook gevaarlijk. Bleek ook uiteindelijk. Dan zou je moeten, afspreken om in een buitenwijk of in een alternatieve locatie te verzamelen. Had u dat afgesproken? Dat hadden we niet afgesproken, nee. When we make our contacts with the embassy, one of the embassy employees in Khartoum, I told her, what about our passports? She told me that I'm sorry, the embassy is closed. Then we decided, okay, we cannot even move outside the country. Our house got hit. It cut all the water supply in the house. 2 days before that, we already ran out of food. So I told the guys with me, okay, this either we die out of hunger or die with a bullet. So bullet is a chance, might and might not, but hunger is a definite because now we don't have food. So we need to go outside. And they said to me, what are you going to do? There is no place to go to. I said, no, we asked the RSF themselves. They will have food for themselves. So we just asked them. We go nice to them and ask them if you can spare us some food. And that's what I did. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt intussen overspoeld met vragen over de paspoorten en reageert op sociale media. We deeply regret the current situation you are in. We were forced to close the embassy and evacuate our staff. Unfortunately, this means we can't get to your passport.
We advise to apply for a new passport with your local authorities. Yeah, that was the local authorities. Yeah. So. Ja. Hadden we misschien anders moeten formuleren. Dat, die waren er natuurlijk op dat moment niet in Khartoum. Dat zijn mannen met wapens. Ja, in Khartoum zeker. Ja. Ja. Omdat ze van de Nederlandse ambassade niets meer verwachten, besluiten de ouders en broer van Rasha Omer het heft in eigen hand te nemen. Families inside the compound, they decided to go. And we gathered how to go. So a friend of ours, our neighbor, made a contact and brought us a bus inside. The streets are empty, nobody. Some dead bodies on the streets. Yeah, no life. You can feel stagnancy in the whole city, you know, like before Vivids. You see the cars coming there. But you see only some soldiers, uniform, and points on the street until we cross the bridge. Intussen klopt Yaslam bij de milities van de Rapid Support Forces aan voor water en eten. And they said, okay, empty your pockets. I emptied my pockets. And the first thing they see is my Dutch passport. I said, why, what is that? He said, that's my passport. Why is it red? Are you a diplomat? He said, no. What is it then? I'm European, I'm Dutch. He said, no, then you are a spy. And then they called their officer who come and start having a chat with me, and he said, you're coming with us. So he started hitting me in my head, the back of my head, and in my back. And I was really shocked. Toen was ik dus nog op mijn werk. Toen probeerde ik hem weer te bellen, maar hij antwoordde niet. En toen wist ik, er is, hier klopt iets niet. Op hetzelfde moment beginnen vader, moeder en zoon Omer vanuit Khartoum aan hun reis dwars door de woestijn naar de grens met Egypte. De paspoorten van moeder en zoon liggen nog op de gesloten Nederlandse ambassade, maar bij de grens blijkt dit alleen een probleem voor hun zoon. We reach Haifa. To enter Egypt, we don't need to have a visa for above 50. That's why we went through. And this is the last time I saw my son. He came there, and the signal sometimes is quite weak. Hallo? Dat zei mama, zei mama. Hoe is het? Ah, alhamdulillah, ik weet het. Dat is de guy van Rakuba. De baba. Ja, ja. Ah. Maar ik ga het kellen met mama. Abdurrahman, Sami, wel ma Sami. Again, the signal is bad. Zoon Abdulrahman moet achterblijven in Soedan. Zonder paspoort mag hij de grens met Egypte niet oversteken. Waar liggen die paspoorten? Die paspoorten liggen in een kluis in de ambassade op de consulaire afdeling. Ja. Ja. En besef je dan dat het feit dat die paspoorten daar liggen, mensen niet weg kunnen? Soedanezen niet weg kunnen? Ja, natuurlijk. Ja. Dat besef je. Zeer te degen. Waarom worden die paspoorten in die kast gehouden en waarom mogen die mensen die niet terugnemen en dan inleveren op het moment dat visum klaar is?
Ja, dat is een vraag die ik niet kan beantwoorden. Kennelijk is dat het beleid. Ik weet niet waarom dat zo is, maar ik weet dat dat in wel meerdere ambassades, dat is ook gebleken uiteindelijk, de procedure is. I dream sometimes we got hit by bullets and something like that. I'm trying to wake up, but I can't. I find myself all sweating. Drink some water and then go to the bathroom, clean my face. Tell myself what have I been in. Dit is Mohammed El-Hajj. Hij woont in het Engelse Bristol, maar op 15 april is hij in Khartoum, samen met zijn moeder en zijn oom Ali. They were fighting in front of us, and all our heads were down, and then we started, we took our turn, and then we went as fast as we could. Van Khartoum rijden ze dwars door de woestijn naar Port Sudan aan de Rode Zee. Dankzij hun Britse paspoorten kunnen ze daar worden geëvacueerd door Britse soldaten. Maar zijn oom Ali mag niet mee, omdat zijn paspoort op de Nederlandse ambassade ligt in afwachting van een visum. When we were saying goodbye, my sister started crying and he keeps on saying us calm down. I tried and I'm gonna find a way to evacuate Sudan. Then he started, some tears came down as well from him. Did you understand why your uncle Ali couldn't come with you? Yeah, because they said he doesn't have a passport. His passport is in the Dutch ministry. He's still in Sudan. He can't evacuate Sudan. Ook de overgebleven diplomaten op de Nederlandse ambassade besluiten te evacueren. Dat geeft natuurlijk een heel dubbel gevoel. Aan de ene kant ben je opgelucht dat je zelf weg kan. Maar je weet tegelijkertijd dat er nog heel veel anderen zijn die nog niet wegkomen. We zijn naar Jordanië gegaan, naar Aqaba. En van daaruit is die evacuatie toen uitgevoerd. Een deel van mijn team zat op de eerste vlucht. En dat was, heel, heel, heel erg emotioneel. Is er dan ergens tijdens die vlucht of om iemand die roept de paspoorten? Die vraag kwam op toen ik zelf al in Aqaba zat. Ja. Welkom bij het contactcentrum van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor Nederland, toets 1. It is currently very busy. Netherlands Worldwide, how may I help you? Hi, how are you? Hi, how are you? Good, thank you. I'm good. My brother and my mom, are both Sudanese citizens, and they had their passports submitted to the Dutch embassy in Khartoum. As you might be aware that the war broke out, and then the passports are stuck in the, kind of like locked in the embassy. The embassy's closed, and the staff has evacuated. My brother actually is still not able to leave the country. So I just wanted to check in with you also if there is any updates from the embassy about any action taken about this situation. Okay, I have this information. I will try to see if I can get a connection with the embassy. Yeah, but the embassy has been evacuated and closed. Okay, so I will put you on hold for a moment if you don't mind. And I will be back with some updates. Okay, thank you. Thank you. Okay, thank you. I think she's not aware of the situation, which is bizarre. Which is bizarre. Yeah. Hello, ma'am. Thank you for waiting. I have a question.
And which embassy did you apply for the visa application? Because I see that there was no possibilities to apply for the visas at the embassy in Khartoum. So they applied at the embassy, the Dutch embassy in Khartoum, on the 3rd of April. But I think this was not possible, or let me see. Perhaps it's not possible now because the embassy is closed now. Mm-hmm. But it was. But at the moment, it was yes. Definitely, okay. It was possible back then. Okay, let me try to contact them. I don't know if they're available now for me to contact them. So just one moment and I'll be back. Sorry, can I just... Yeah, hello? In order to further improve our service, we would like to ask you to take part in a 6-question survey. I hear in the background a car parked next to the interrogation area. And somebody clearly talking to another, saying to him, this the assassination team arrived. So this assassination team is for us. And they came in and he said the name Hatim. And that guy, he raised his hand, he said, me. And he said, come. Now this, your time to die is arrived. But then he turned his attention to me and he said, you start praying because we finish with this guy and we'll come for you. And they took him out, closed the door, and we hear them, there's talk outside and then some gunshots. Zei, wij moeten Nederland inlichten. Ja, wij hebben hen toen geïnformeerd wat is gebeurd en dat we niet wisten hoe die eraan toe was. En ja, het is ook je enigste hoop, hè. Zo, wij hadden ook zoiets van, hij is een Nederlander, jullie moeten toch wel echt iets doen. Zeiden ook van, ja, maar mevrouw, het is zo chaotisch in Sudan. Wij weten zelf niet eens wat er allemaal gaande is. Niemand van ons is daar. Zo, wij kunnen niet gewoon daar naartoe gaan en uw man daar weghalen. Ja, dat snappen we ook wel. All of a sudden, in the afternoon, just about 3 o'clock, 4 o'clock in the afternoon, and I hear my name. And he said, the Dutch government got in touch with our leadership and they decided to release you. So we're going to release you now to your embassy. Wat we vooral eigenlijk gedaan hebben is moral support geven, eerlijk gezegd. Want als iemand gekidnapt is, we weten dan eens waar, dan kunnen we eigenlijk niet zoveel doen natuurlijk. Maar we hebben wel veel met haar geprobeerd een beetje de moed erin te houden. En ook met haar gesproken over als hij wordt vrijgelaten, wat hij dan moet doen. En daar heeft die persoon die hij aan de lijn heeft gehad wel bij geholpen. Van wat is een route om het land uit te komen. En dat is uiteindelijk ook gelukt. Ja, want tijdens zijn gijzeling krijgt hij van de soldaten te horen van er wordt naar jou gevraagd door de Foreign Office. We zijn met je bezig, ja. Ah ja. Ja, ik denk dat ze een beetje een spel gespeeld hebben met hem. Ik kan me niet voorstellen dat we daar met de RSF gaan onderhandelen. Nee. Ik denk wat zij allemaal achter de schermen doen, of ze wel wat hebben gedaan of weinig, dat krijgen wij toch niet te horen. Ze hebben het gewoon heel goed opgepikt op het eind. It went very bad in the beginning. Mm-hmm. Je hebt geluk gehad. Ja, zeker. Maar dat geluk heeft lang niet iedereen. Recording in progress. Imadine, can you hear me? Imadine? Vanuit Zuid-Egypte krijg ik contact met Imadine Babikir,
Hij is Nederlands staatsburger, maar al maanden gestrand in Soedan. Hallo, Imadine. How are you? I'm good, but hoe gaat het met jou? Het gaat goed. Gaat goed, want je spreekt een beetje Nederlands ook, hè? Ja, een klein beetje. Een ambtenaar van Buitenlandse Zaken weigert zijn Soedanese echtgenote aan boord te laten gaan van de evacuatievlucht door één ontbrekend document. At some point he asked me on how can I prove for something like this the marriage. And I told him, of course we have what a so-called certificate, marriage certificate. So he asked me whether I have it. I told him, unfortunately not, because we moved. Of course, in a hurry, from Khartoum, we have all the passports. So he put me in a hold for a while, and he came back to say, well, he put it straightforward that my wife cannot be evacuated with us. And I thanked him, and I said also straightforward, we either move together or we stay together. I think it's really terrible. It's painful. I feel it as an insult, and I'm not sure whether if any of them, if any of other Dutch wife with the kids, are going to refuse because she doesn't have a medicine. Ja, we hebben heel veel. Individuele zaken, zoals die van Imad. Ik ken Imad ook. Ja, ik weet niet. U kent hem goed. Ik weet wie het is, ja. Want jullie hebben contact gehad. We hebben contact gehad, maar ja, er zijn honderden mensen die zich bij mij gemeld hebben. Dus ja. Ik weet niet of ik bij iedere individuele zaak... Het gaat even over het geval dat iemand die Nederlands staatsburger is, getrouwd is met een Soedanees, die een Schengenvisum heeft, wordt geweigerd omdat hij in zijn vlucht geen tijd had om zijn huwelijksakte mee te nemen. Ja, het is heel verdrietig, ja. Aan de andere kant, wat ik net zei, er zijn heel veel mensen daar. Dus, ik kan niet het werk van mijn collega's afvallen hier, hè, dat ze hem hadden moeten toelaten. Ik denk dat ze gewoon hun werk goed gedaan hebben. What I would like to ask the Dutch ambassador is, when the team figured out the evacuation plan, was there a moment where the staff met together and kind of thought, okay, so we have a bunch of passports to the new citizens in the embassy, and we need to help these people? Is it important for you that somebody says, I'm sorry for what happened? I think it's probably going to make us feel a bit better to hear that someone understands what we're going through and are actually sympathizing but also working on finding a solution. Het is wel grappig, want een aantal Soedanezen die hebben sorry tegen ons gezegd. Ze zeiden sorry dat jullie in zo'n situatie terechtgekomen zijn in ons land en dat jullie voor je leven hebben moeten rennen. Ja. Maar misschien moet zij wil dat wij sorry zeggen. Heeft u haar kunnen helpen? Ze heeft haar paspoort teruggekregen als het goed is. Hoe is dat gelukt? Op een veilig moment hebben we iemand bereid gevonden om naar de ambassade toe te gaan. Om de paspoorten uit de kast te halen en die in een veilige locatie te brengen. Paspoorthouders zelf, want de mensen, wat wel leuk is dat sommige mensen die in Soedan zaten, en dat vind ik ook wel echt heel sympathiek, die hebben met ons meegedacht van hoe kunnen we onze paspoorten terugkrijgen. Kijk, wij zitten hier, maar zij zitten ter plekke. Dus er waren ook mensen die wat anders reageerden dan dit. Die niet alleen maar, zeg maar, geklaagd hebben over dat wij niks deden, maar die zelf begonnen na te denken van, oké, jullie kunnen er niet bij. Weet je, we gaan jullie helpen.